Soms lees je een debuut waarvan je je niet kan voorstellen dat de schrijver echt niet al stiekem 8 of 9 andere grandioze romans heeft geschreven. Peter Buwalda is een debutant. Bonita Avenue heet zijn debuut. En ja, ik ga nu grote woorden gebruiken. In Amerika heeft men het vaak over The Great American Novel. Wanneer wordt die roman geschreven? Zouden wij ook eens gaan nadenken over een Great Dutch Novel? En wat moet daar dan in zitten? Straatrumoer, een tijdsbeeld, een familiekroniek, volwassen worden, een ontluikende liefde. Rampen die Nederland hebben geteisterd komen terug in dit boek, maar ook de kleinst mogelijke gemoedsbewegingen zijn erin te vinden. Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit het boek is van een debutant. En het zal wel zo zijn. Ergens heeft deze schrijver al 8 andere romans liggen, die gaan we allemaal nog lezen. Maar nu eerst dit, A Great Dutch Novel. Stem allemaal op Peter Buwalda.